beste blokkijkers in Moekel, Venlo, Stenhuizen, Padua. Met de feestdagen, met kerstmis, maakte onze pastoor bekend dat hij wil starten met de werkgroep Het orgel is echt versleten. Meneer pastoor, wat is er met het orgel en wat hebben we voor een orgel? Het orgel is een beetje ziek. Hè? Wat op het eerste gehoor en gezicht eigenlijk nauwelijks opvalt, want het doet het nog gewoon. Wat hebben we voor orgel? We hebben hier in Boekel een elektropneumatisch orgel. Dat wil zeggen dat het een combinatie is van elektriek en lucht. Pneuma, dat is, komt uit het Grieks en dat betekent lucht of adem. Dus orgelpijpen, dan moet lucht erin om de toon te laten klinken. Vroeger waren alle orgels mechanisch. Dat wil zeggen, als je een hendeltje overhaalt, dan gaat daar een palletje, trekt daar een touwtje met een tractuurtje en er werd een ventiel onder de pijp opengetrokken en dan kon de lucht door de pijp stromen. Huut, kreeg je dan. Toen de elektriek in zwang kwam, hebben ze die mechaniek vaak vervangen door elektrische tractuur. Dus op de toets duwen, dan gaat er een reletje om. Die zet weer een schakelaartje om. Dat gaat via de voeding naar een enorme kast in het orgel met allemaal draadjes en reletjes. Uiteindelijk zet een stroomstootje een ventieletje open, waardoor de lucht in de pijp kan stromen. Nou, dit orgel is in 1940 opgeleverd door de firma Verschuur uit Heidhuizen. Hun 125ste werk, opus 125. Het orgel staat dus al 70 jaar hier in de kerk. Het is zo gebouwd met een kleine uitbreiding in 1959 met een register erbij. En een register is een reeks van tonen die samen een klankkleur vormen. Dus hoe meer registers je openzet, hoe meer geluid, klank en harmonie je krijgt. Vergelijk het maar met een orkest. Als je alleen de trompetten pakt, dan heb je alleen de trompetten. Zet je er de bugels bij, dan krijg je samenspel. En hoe meer registers, hoe meer instrumenten je krijgt, hoe voller de klank is. Onderhoud is er natuurlijk al die jaren sporadisch gedaan. Er waren mankementen, dan werd dat opgelost. En ook de stembeurten zijn al die jaren keurig verzorgd en bewerkt. Maar wat nu het probleem is, dat de elektrische tractuur, alle elektrische toestanden wat er in de speeltafel zit en in de beide orgelkasten, is eigenlijk tot op de draad toe versleten. Wat betekent dat hij het nog 5 jaar kan doen, maar hij kan er ook morgen mee ophouden. Door kortsluiting of door verwering, door vocht. Dus de vraag was niet of we het orgel willen bewaren voor Boekel, maar de vraag is, hoe snel kunnen we het orgel opknappen om het voor Boekel te bewaren? En vandaar die actie die we gestart zijn om een ton, dat is veel geld voor de kerk, om een ton bij elkaar te brengen om het orgel weer voor de komende 30, 40 jaren veilig te stellen. Voor de koren, voor samenzang, voor iedereen die het wil gebruiken. Zijn er ook acties ondernomen door de werkgroep om te zeggen van nou, dan kunnen we extra... De werkgroep is in volle gang om allerlei acties onder de aandacht van de bevolking te brengen, van jong tot oud, om samen te proberen dat magische bedrag bij elkaar te brengen. En dan denken we aan scholen, dan denken we aan het zorgcentrum, dan denken we aan de verenigingen, dan denken aan allerlei particuliere giften die samen toch die magische mijlpaal van 100.000 euro moeten kunnen bereiken. Daar hebben we natuurlijk aan de buitenkant van de Solaanse langskomen, en via de rotonde naar onze kerk aankijken, dan zien we daar leuke gemaakte orgelpijpen tegen de muur. Wat betekent die? Dat is de thermometer, zeg maar, van het toewerken naar die ton. Elke pijp stelt 10.000 euro voor. En als we de 10.000 euro hebben bereikt, dan wordt die pijp rood geschilderd. Mm-hmm. Tot alle pijpen rood geschilderd zijn, dan zijn we klaar. En
Ja, we horen het dus niet aan het geluid. We kunnen het... Nee, het is... Om te zeggen van naar onze progia naartoe van mensen, dit, we begrijpen, ze kijken zo meteen eventjes erin om te kijken hoe oud het allemaal is, ons orgel. Maar ja. Om het voor onze progia, voor de mensen in de kerk, om te zeggen van, ja, we horen niks aan het geluid. Ja, je kunt een prachtige auto hebben, geweldig in de lak, prachtige vellingen. En als je de motorkap openmaakt, dan denk je van, huh? Dat is waar. Hè? Ja. Het gaat erom, zelfs met een uurwerk, met een klok. Je kunt een prachtige klok aan de muur hangen. Maar als het uurwerk niet meer deugt of versleten is, dan moet je iets om het uurwerk weer te kunnen laten lopen. Zo werkt het ook met het orgel. Van buiten is het ja, een kast. En er staan wat pijpen op. Dat zijn de prestanten. Prestant, dat komt uit het Latijn. En dat betekent vooraan. Dus die pijpen staan vooraan. Dat zijn de prestanten. Wanneer we het orgel aanzetten, Toon, druk eens op die knop rechts van de speeltafel, de zwarte. Dan kun je goed. Die zwarte knop. Ja, dan komt hier de balg omhoog. Je moet eigenlijk zien dat het orgel één grote accordeon is eigenlijk, qua luchtvoorziening. Komt die aan. Dat is schapenleer en het is op heel veel plaatsen echt helemaal versleten. Wat betekent dat hij gewoon lucht lekt. En er zitten nog oude aansturingskasten met relais en zo, die eigenlijk niet meer van deze tijd en niet meer veilig zijn. Die lucht die wordt gevormd door een motor. En die zit hier in de kist. Dat is een motor uit 1940. Zeg maar een grote wielhelikopter en die perst de lucht in de blaasbalg. Als die blaasbalg vol is, dan sluit hij zich af met deze blaasbalgklep, zodat de wind altijd constant in de blaasbalg aanwezig is. Als je op een toets drukt, dan zakt die. Dat betekent dat de lucht vrijkomt naar de pijpen waaraan de toets die je indrukt verbonden zijn. Het is dus voor het geluid heel belangrijk dat hij op de juiste hoogte blijft en niet gaat verliezen en dergelijke. Voor het geluid is de druk inderdaad van de blaasbalg, van de windvoorziening, heel belangrijk. Anders gaan die tonen, gaan die tonen zweven. De lucht die gaat via een luchtbak naar de verschillende kasten waar het orgel uit bestaat. En als de organist hier gaat zitten, dan zien we hierboven alle registers. Zoals journaal, holpijp, zingend prestant, zachte fluit, Zwitserse pijp. Het zijn allemaal oude instrumenten die zo nagebootst zijn door de orgelmakers dat ze het die naam ook gegeven hebben. Fout. Prestant. Zie je dat? Als je elke keer een register erbij duwt, dan krijg je als het ware een deel van een orkest erbij. Geldt ook voor de pedalen. Je hebt het ondermanuaal en je hebt het bovenmanuaal. En er zijn nog allerlei speelhulpen dat de organist heel snel van zachtjes naar hard kan. Dan stelt dat orgel zich automatisch in. Binnen in die speeltafel is het ene grote kabelstroomdraadjesmassa. Ja. Dan kan Leon dadelijk in het orgelkast, kan hij zo'n kastje wel eens aan de kijkers laten zien hoe ingewikkeld en hoe kapot en broos en hangend aan het randje het allemaal is. Het lijkt wel de wandeling, hè? Ja, de wandeling. In het orgel zitten houten pijpen van het oude orgel uit de Waterstaatskerk. Verder zit hier ook windvoorziening. En daarboven zitten allemaal pijpen, maar dat kan de cameraman misschien in de andere kast zometeen beter filmen. Hier zitten we dus in de rechterdeel, het rechterdeel, de rechterkant van het orgel, waar kastjes zitten waar al die bedradingen ook boven jouw camera, Leon, dan zie je van allerlei
draden lopen. En elke draad loopt via zwakstroom weer naar andere kanten toe, waar het uiteindelijk het ventiel van de pijp bereikt. En die zitten bijvoorbeeld hier met mijn hand. Dan wordt er een dingetje omgedingest. Hier zit niks. Zie je? En als uiteindelijk die elektriciteit vanaf de speeltafel door de bedrading in die verdeelkasten bij de pijp is, dan trekt die hier een ventieletje open. En dan komt er lucht in de desbetreffende orgelpijp en dan krijg je het geluid. Zie je, Toon? Ja, dat zie ik. Ja, ja, het is gewoon echt, het is op, het is echt op. Ja, want hier is de stroom. Het is echt op. Hier zijn we in de tweede kast van het orgel. En u ziet hier allerlei fittingen en lampjes. Dat is niet zo dat dat door Belgen aangelegd is en bedoeld was voor het plafond. Maar die lampjes, die werden vroeger in de winter, er zaten grote peren in, aangedaan om het orgel vochtvrij te houden en kouvrij. Van die warmtelampen waren dat. Hier zitten de tinnen en de lode pijpen. Als ik zo'n pijp eruit haal, dan ziet u hier het gaatje en de tong. Nou, als je een pijp stemt, dan zet je het hoedje lager of hoger. Het is allemaal secuur werk. Het pijpwerk van het orgel, dus alle pijpen, houten pijpen, zink en lode pijpen, is allemaal in perfecte conditie. Dus daar hoeven we helemaal geen zorgen om te hebben. Het gaat dan vooral om de luchttoevoer, de blaasbalg en de reletjes, veertjes, alle elektrische toestanden. Ja, het is ook allemaal nog met katoen. Ja. Oude bekabeling, heel oud. Echt knetteroud. Tegenwoordig worden ze ook niet meer gebouwd. Tegenwoordig is men weer helemaal terug bij de mechanische orgels. Hier zit nog een extra blaasbalg om voorlucht te verzamelen. Als daar de lucht te veel gebruikt is, dan heeft hier altijd een reserve om deze kant een buffer, om die kant ook de pijpen aan te spreken. Oude stenen, leuk is dat. Waarschijnlijk nog gewoon uit de oude kerk. Die plavuizen, ja, om, als ballast om de balg omlaag te houden. Dit is de grootste pijp van het orgel. Die begint hier en die eindigt, ja, een meter of zes boven ons. Is helemaal hoog, is die. Zie je hem? Die 5 meter, denk ik, is deze. Zie je hem? Dat is de fagot. Bep, doet hij. Het was leuk om even te zien. En onze parochianen en de mensen uit Boekel. Ja. Die ook ter hart hebben bij het orgel hier. Ja. Dat die in elk geval aangestoken zijn door het kleine programmaatje van ons. Dat ze zeker ook met onze actie meedoen. Het restauratievirus. Het restauratievirus, ja. In positieve zin. In positieve zin. Dankjewel voor de tijd. Tussen al de drukte van vandaag even tijd genomen om ons iets te vertellen over het orgel. Dankjewel. Graag gedaan.